weer is zo goed, hè? Het had net zo goed buiten kunnen zijn, man. Maar goed. Shockers vandaag. Ik heb er fucking veel zin in. De line-up is off the hook. Zaal 2 heeft ook een giga gave line-up. Dus ik ben er helemaal ready voor. Ik ben ook iets superbelangrijks vergeten te vertellen de vorige keren. Want ik draai op Intense dit jaar. Ik sta op de Fnatic stage samen met Impulsa. Ik sta gewoon op Intense 2022. Dus voor degenen die dat niet wisten, kom naar de Fnatic stage de zaterdag van Intense. En dat wordt zo dik. Kan ik niet al vertellen. Nou, even terug naar Shockers. We gaan ervoor. Het is 11:30. En ik wil er zeker om 2 uur zijn voor de Raw Classic set. En ja, ik zie jullie daar. Zoals altijd. Doei doei. Hebben we er zin in of niet? Hebben we er zin in? Het is nu 1 uur. En over 20 minuten gaan we. Want dan moet de Raw Classics. I'd like to take this chance to apologize. To absolutely nobody. The double champions of the 14 watts. The world is mine.
ik wel gek. Het is maandagochtend dat ik ga wandelen. ik ben dus... Mijn veter is los. Wacht. Oké, nou. Dus, ik ben naar Shockers geweest. Ja, ik hou van Shockers. Ik vind haar geweldig. Het is lekker hard. Er is dus heel veel opspraak over de rouw van tegenwoordig. Het is echt aan het evolueren. Het is echt aan het veranderen. Dus er worden heel veel fake drops, edits gemaakt van bestaande platen die eigenlijk al dik genoeg zijn. Er hoeft eigenlijk niet echt per se een edit van gemaakt te worden, maar goed. Waardoor de sfeer er een beetje uitgaat of dat je moet wachten, weet je wel. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik heb er ook al moeite mee. Er zijn vooral de mensen die dus ook echt van de vroegere rouw houden. Maar goed, we mogen feesten, we mogen niet klagen. En het is alsnog een zieke sfeer. Dus het was gewoon helemaal top. Even kijken. Randy Adaro, die mogen voor mij part heel een dag spelen. Ik vind dat geweldig. Voor de rest, Regain had een nieuwe live set. Met een streepje ertussen. Regain. Ik weet niet precies waarom dat is. Misschien wordt dat ook bekendgemaakt. Maar ook fucking dik. Ook om 12:30 stond de zaal helemaal vol. Delusion bleek heel vet te zijn. Die heb ik gemist. Wel naar de Rauw Classics geweest. Ook. Ja. Ik kan het niet eens beschrijven. Voor de rest, bij Unresolved en Virgin stond die zaal dus helemaal vol. Niemand mocht hem erin ook. Ja, dat gun ik hem wel. Ja, Unresolved is een van mijn favo's. Het was wel bizar warm. Maar goed, het betekent in ieder geval dat we met z'n allen ons best doen. Voor de rest, ga ik volgende week naar Masters. Volgens mij is die week erop al rebirth. Anouk gaat er zondag ook mee, dus dat is hartstikke gezellig. En ja, vergeet niet te liken, te abonneren en te volgen op ons Instagram. En ik zie jullie weer.